koud. Dan wil je toch even lekker opwarmen in de zon. Iets anders is natuurlijk als het zo snikheet is. Ja, dan wil je wel graag afkoelen. Daar gaat het om. Warmte. Opwarmen en afkoelen. Goed, we gaan even naar warmte en temperatuur kijken. Stel je voor, je hebt een zwembad, 20 graden Celsius, en je wilt daar een duik in nemen. Natuurlijk moet je, als je een duik gaat nemen, eerst onder een douche. Nu zijn er twee douches. En de eerste douche is 30 graden Celsius. En de tweede douche is slechts 10 graden Celsius. Je gaat eronder staan en vervolgens douche uit. En met een sprongetje, hoppadee, het water in. Wat zul je dan merken? Nou, die van 30 graden Celsius, althans de douche van 30 graden Celsius, die zal zeggen, prrr, koud water. Maar die onder een koude douche stond, die zegt, lekker warm. En toch is het hetzelfde water van 20 graden Celsius. Blijkbaar kun je niet van een stof van 20 graden Celsius zeggen van, het is koud of het is warm. Oftewel, temperatuur kun je niet gelijkstellen aan warmte. Het zijn twee verschillende dingen. Belangrijk gegeven. We kijken eventjes in detail naar de twee personen. We kijken eerst naar de zwemmer van 30 graden Celsius. Althans, die onder de douche stond van 30 graden Celsius. Die 30 graden Celsius van de zwemmer, dat betekent dat de moleculen daar harder bewegen. Dus er is meer kinetische energie. En kinetische energie betekent dat dat gaat stromen. Er gaat energie stromen van de 30 graden Celsius, waar meer energie is, naar de plek waar minder energie is, naar de 20 graden Celsius. En dat stromen, dat is de warmte die van de 30 graden Celsius naar de 20 graden Celsius stroomt. Warmte stroomt uit de zwemmenweg naar het water. 10 graden Celsius zwemmer is net omgekeerd. Bij dit geval heeft het zwembad juist moleculen die harder bewegen dan de 10 graden Celsius. En dus zal hier ook energie stromen, maar nu stroomt de energie juist naar de zwemmer toe. En dat betekent dus dat warmte van het water naar de zwemmer toe gaat. En dat voelt warm aan. Warmte. Wat kun je zeggen over warmte? Warmte, dat is energie, kinetische energie, die zich verplaatst van een hogere naar een lagere temperatuur. Dus warmte is energie. Het symbool voor warmte is de hoofdletter Q. En omdat het energie is, heeft het ook dezelfde eenheid als energie. Dus het is de joule. Temperatuur, daar moeten we het nog wel even over hebben, want ja. Het symbool voor temperatuur is op zich alweer bijzonder. Maar er zijn namelijk twee. Namelijk de kleine letter T en de hoofdletter T. Wanneer gebruik je nu de kleine letter T? Wel, als de temperatuur in graden Celsius wordt opgegeven, dan gebruiken we de kleine letter T. En als de temperatuur in Kelvin wordt gegeven, dan gebruiken we de hoofdletter T. Let op, je spreekt over graden Celsius en je spreekt over Kelvin. Dus niet over graden Kelvin. Graden Celsius, dat is gedefinieerd als bij 0 graden Celsius, dat is het vriespunt van water. En 100 graden Celsius is het kookpunt van water. En daaromheen zit natuurlijk een mooie schaalverdeling. Kelvin heeft natuurlijk ook een gedefinieerd nulpunt. En 0 Kelvin, dat is het absoluut nulpunt. Bij het absoluut nulpunt staat alles stil. Dus, en stiller dan stil kan niet, oftewel niks kan lagere temperatuur hebben dan 0 Kelvin. Dat is absoluut onmogelijk. 0 Kelvin komt overigens overeen met min 273 graden Celsius. Dat is behoorlijk koud dus. En als je ook weet dat de stijging van 1 Kelvin gelijk is aan de stijging van 1 graad Celsius, dan kun je ook wel het volgende invullen, namelijk, stel je voor je hebt 20 graden Celsius. Hoeveel Kelvin is dat? Nou, 0 Kelvin is min 273 graden Celsius, dus 20 graden Celsius, dat wordt dan 20 plus die 273. En dan kom je dus op 293 Kelvin. Je kunt dus eenvoudig van graden Celsius naar Kelvin
omrekenen, plus 273. En omgekeerd natuurlijk van Kelvin naar graden Celsius is min 273. Stel je voor, ik heb twee vaten. In het ene vat doe ik 1 liter water van 20 graden Celsius. En in het andere vat doe ik 1 liter glycerol, ook van 20 graden Celsius. En hier zie je ze, twee thermometers. En de vraag is, welke vloeistof bereikt nu het eerste 50 graden als ik ze beiden evenveel verwarm? Oké, even een vlammetje erbij en kijk eens aan. Het is wel duidelijk, glycerol die warmt veel sneller op dan het water. En dat terwijl de beide vloeistoffen natuurlijk wel evenveel warmte hebben gekregen. Toch is de temperatuur van water veel minder hard gestegen dan glycerol. Dus de conclusie is dan ook, voor water heb je veel meer warmte nodig om het in 1 graad Celsius of natuurlijk 1 Kelvin in temperatuur te laten stijgen. We noemen dan ook dat water een hogere soortelijke warmte heeft dan glycerol. Soortelijke warmte dus. Eventjes de definitie van soortelijke warmte. Wat is soortelijke warmte? Dat is de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 kilogram van een stof 1 Kelvin in temperatuur te laten stijgen. Het symbool voor soortelijke warmte is de kleine letter C. En hoe kun je die berekenen? Wel, het is de hoeveelheid warmte, dus Q, om 1 kilogram van stof, dus delen door de massa, 1 Kelvin in temperatuur te laten stijgen, dus nog een keer delen door de temperatuurstijging. Vaak wordt deze formule trouwens op deze manier geschreven, want heel vaak is de soortelijke warmte van een stof wel bekend, maar wil je graag weten hoe groot de warmte is, hoeveel warmte je nodig hebt om hem in temperatuur te laten stijgen. We hebben water en water die heeft een soortelijke warmte van 4,18 keer 10 tot de macht 3. Wat is de eenheid? Wel, het is warmte per massa per temperatuurstijging. Dus het is joules per kilogram en per Kelvin. Glycerol, wat is dat? Wel, kijk, glycerol heeft een soortelijke warmte van 2,43. Lager dus dan die van water, veel lager zelfs. En het klopte natuurlijk ook naar wat we zagen, want glycerol die steeg veel snel, dus heeft veel minder warmte nodig om 1 Kelvin in temperatuur te stijgen. Nog even een weetje. Van water, die 4,18 keer 10 tot de macht 3, die 4,18, dat heeft meteen te maken met een calorie. Een calorie die is gedefinieerd als de energie die nodig is om 1 milliliter water 1 graad Celsius in temperatuur te laten stijgen. En de calorie, de energieeenheid die heel vaak op voedselwaren staat. Dan weet je dus ook wat het betekent als je een mars opeet met een voedingswaarde van 10 kilocalorie of iets dergelijks. Moet je nou al deze getallen kennen? Nee, want die staan natuurlijk in BINAS. Kijk, hier hebben we een tabel uit BINAS. In dit geval hier de gegevens van vloeistoffen, maar in de andere tabellen 8 tot en 12 stofeigenschappen staan ook allemaal soortelijke warmtes. Soortelijke warmte, deze kolom. En bijvoorbeeld, je wilt opzoeken wat is de soortelijke warmte van water. Nou, dan zie je dus dat is 4,18. Maar let op, hè, niet 4,18, maar 4,18 keer 10 tot de macht 3. Ja, die 10 tot de macht 3 moet je natuurlijk niet vergeten. Zo kun je dus van ieder andere vloeistof hier de soortelijke warmte opzoeken. We gaan nog eventjes verder met BINAS. Nu even de tabel met de metalen. We kijken niet alleen even naar soortelijke warmte, maar ook naar dichtheid. Dus we kijken naar dichtheid en soortelijke warmte. Want er zit een verband tussen. We zetten ze eerst eventjes wat netjeser naast elkaar. Zo, ik heb het even in Excel gedaan. Een beetje overzichtelijker. Kan de rest weg. En we maken een grafiek van dichtheid horizontaal en soortelijke warmte verticaal. En dan zie je, het is niet een prachtig verband, maar toch, er zit wel een dusdanig verband in. Je ziet dus dat als de dichtheid groter wordt,
dan wordt de zorg warmte juist laag en omgekeerd. Ja, en dat is dus het verband tussen dichtheid en zorgwarmte. Let op, het is niet een wet van medepersen, maar het verband zit er wel tussen. Ah, lekker, een warm bakje thee. Of zou het misschien koude thee willen? Nou, als het niet lauw is. Wat het wel is, is het einde. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.